het voornemen van de polygoonfilmfabriek uit Haarlem om Nederlandse geluidsfilms te gaan verveiligen. En met name om het wekelijks Hollandse filmnieuws op geluidsfilm te gaan uitbrengen, kan niet anders dan de grootst mogelijke toejuiching verdienen. Het is een feit van betekenis. Ook voor diegenen onder ons die, zoals ik, wars zijn van alle chauvinisme. Dat er eindelijk eens iets gedaan zal worden tegen het brengen van allerlei vreemde insluitsels in de Nederlandse taal, waaraan met name de Amerikaanse geluidsfilm schuldig staat. De Nederlandse geluidsfilmjournaal zullen in historische zowel als in documentaire waarde ver boven de tegenwoordige stomme weeknieuwsen uitsteken. Het zal voor het nageslacht van betekenis zijn wanneer er een geluidsfilmarchief komt waarin niet alleen de uiterlijke verschijningen, maar ook de stem en het geluid van hedendaagse personen en belangrijke gebeurtenissen zijn vastgelegd. Ik weet dan ook zeker uit naam te spreken van alle wie de culturele ontwikkeling van ons volk ter harte gaat, indien ik Polygoon feliciteer met zijn nieuwe uitbreiding en indien ik de fabriek alle mogelijke succes op dit nieuwe en moeilijke pad toewens.